geçtik, devam ediyoruz. Bir iPad vardı, iPad'ı da geçtik. Şu anda biz camiye doğru yaklaşıyoruz. Arabasından geçiyorsun, kapıdan veeteeltjes. Ja, je hebt in Anatolië heel veel veeteelt en ook heel veel koeien en schapen om wel te vinden. En de dorpsmensen die hebben meestal zijn eigen huis en daarnaast hebben ze ook weer zo'n stal waar ze één zomerperiode werken. Bijvoorbeeld mensen van Aksaray en de omgeving, vooral voor suikerbiet, graan enzovoort. Dat ze dat als familie werken, heel seizoen, heel hard. En dan pas met dat geld gaan ze in de winter overleven. Dus een hele andere systeem van manier van leven krijgt maar met het stadleven naar dorpsleven, dat we zeggen. En meestal verkopen ze ook weer de grond op niet. Dat wordt altijd aan de kinderen doorgegeven. Een van de beste grond, wordt aan de zonen gegeven. Allerslechtste grond die niks waard is, dat wordt allemaal naar de dokters gegeven. Maar in Centraal Anatolië, oké, dat is fout. Maar als je naar het zuidelijk gedeelte gaat kijken, die GCC gaat kijken, strand, kust, dan kan je niks planten. Dat is heel slechte grond. Dat heeft allemaal dokters dat grond gekregen. Maar later, na de jaren 80, is het toerisme gekomen. Allemaal van die 5-ster hotels gebouwd. Dan is deze keer de waarde 10.000 keer meer zo verdubbeld. En heeft deze keer de schoonzoon het geluk gehad. Het wordt steeds kleiner en kleiner, wordt verdeeld tussen de groepen. Maar de mensen die hier wonen, bijvoorbeeld, die hebben ook weer zijn traditionele kleren aan, zo van die speciale broekjes, van die speciale kleding aan. Die hebben zijn eigen grond. Op een hele ouderwetse manier wonen ze. Ze hebben de brandstof dat ze in de zomer hard mee bezig zijn. Die koeienmesten gaan ze uitdrogen. En dat gebruiken ze als brandstof in de winter. Voilà, dames en heren. Ondertussen kijk rechts. Dames en heren, daarna zien we dat die mensen zijn eigen grond hebben, zijn eigen huis hebben. En dan gaan ze zijn eigen tractor hebben. Bijvoorbeeld, je ziet dat de huis heel oud is. Bijvoorbeeld als we naar het dorpsleven komen, nu zijn we in het stad Aksaray. Zie je dat ze van die hele ouderwetse huizen hebben. Maar als je komt de huizen binnen, hebben ze zo'n televisie. Boven de dak hebben ze zo'n schotel of zo'n antenne. Wasmachine hebben ze. Twee combinaties hebben ze, wat ze nodig hebben, kan je dat allemaal zien. Daarom zeg ik ook weer, de manier van leven kan je helemaal niet vergelijken met de stadsleven.
Thank you.
bijna aangekomen zijn aan een dorpje. Want midden in het dorpje is dat ondergrondse stad gevonden. En het ondergrondse stad, dat is ook weer de reden die dat dorpje bekend is geworden. Want daarvoor, ik kan herinneren, ik ben ook een van de eerste gidsen die toen het eerst ontdekt is, die ik ook weer met mijn groep altijd naar die ondergrondse stad ben gekomen. En het verschil is dat de andere dorpen, dat dorpje waar de ondergrondse stad is, een Alevite dorpje is. Dus daarom is het ook weer zo dat je geen moskee en geen minaret gaat zien. Ondertussen links, dat is een caravanserai, dames en heren. Kijk, die gaan we ook weer nog zien. En dat is de reden dat het een Alevite dorpje is. Want volgens de Alevite kan je geen moskee en kan je geen minaret zien. Bijvoorbeeld rechts, dat we gaan zien, zo meteen, dat dorpje, dat is een Alevite dorpje. Want zoals wij weten, volgens de christenen noemen wij de 12 apostelen bijvoorbeeld. De 12 apostelen heb je op een islamitische manier ongeveer dezelfde functie als apostelen. Op een islamitische manier noemen wij kalifen. En een van de kalif heet Ali, die is vermoord in een moskee. Aangeliefhebbers hebben gezegd, hoe kan het nou? In een huis van God wordt een kalif vermoord. Wij protesteren dat. Wij komen nooit meer een moskee binnen. Die zijn ook moslims, maar die doen zich gebeden in jamhuizen. C-E-M. Jamhuizen noemen wij dat in Turks. En die doen ook weer zijn gebed daar. Daarom kan je soms in Anatolië dorpjes zien met zo'n één minaret, Soenieten dorpje. Soms kan je dorpjes zien, zoals wij zo meteen gaan zien, Sarable, dat is het dorpje Sarable, zonder minaret. En wat ook een voordeel is, dames en heren, van toerisme. Kijk, dit is de weg waar we vroeger, zeg maar 10 of 15 jaar geleden, hoe heet dat, patattenvelden wegen, zo van die pad, echt van die hele slechte wegen dat er was. Maar vanwege dat hier een toerisme is, dames en heren, en dat inkomst hebben ze nu wegen gemaakt. Hebben ze een gemeentehuis gemaakt. Ze hebben, je hebt in België of in Nederland de Rode Kruis. Ja. Hier heb je de Rode Maan. Ja, ja. Zo'n polykliniek kunnen wij noemen. Een school dat ze ook weer hebben. Zo'n lagere school, een middelbare school, dat ze ook weer hebben. Zelfs een ambulance dat ze hebben. Dat zijn allemaal redenen dat ook weer vanwege de toerisme. Want daarvoor had je hier in deze dorpen bijna niks. Na het ontdekken van dat ondergrondse stad is het ook weer wat positiefs, ook weer vooral in het dorpje te zien. Kijk maar recht voor ons, dat is dat dorpje. Kijk maar, geen één. Sorry? Sarable. Kijk maar, hier is ook weer dat dorpje zonder een moskee en zonder een minaret. Dat is die Alevite dorpje, daarom. Kan je geen moskee en minaret hier zien. Straks, dames en heren, als we naar die ondergrondse stad aankomen, wil ik wel van voorhand zeggen, mensen die claustrofobie hebben, mensen die astma hebben, mensen die hartproblemen hebben, mensen die pijn aan de benen of pijn aan de rug hebben, kan ik niet aanraden, dat ondergrondse stad, maar het is niet zo een overdreven, heel moeilijk, dat we gaan kruipen of zo. Nee, de binnenkant is verlicht. Dan zijn we soms met tunnels, soms moeten we zo buigen. En zo gaan we, ik van voren, stuk voor stuk met stapjes met informatie verder. Als we bij het ondergrondse stad zijn, dames en heren, doe maar rustig aan. Want kijk maar waar je gaat trappen, want dat is ook weer geen, zo'n ongelijk vloer is dat. Ja? Het is wel gelicht. Je hebt van één plaats de ingang en van de andere plaats heb je de uitgang. Op een gegeven moment zegt je bijvoorbeeld, ik wil terugkeren, komen groepen achter elkaar. Dus daarom, met een stilte alstublieft, bij elkaar blijven. Ik ga stuk voor stuk met informatie. En op die manier hebben we ook weer respect voor die andere groepen en andere gidsen. Dat we op die manier stuk voor stuk met de informatie verder gaan. Ja? Dus als de mensen zeggen, ik wil niet of ik kan niet, die gewoon aan kunnen in de omgeving van de bus blijven, dat ons in de gaten houden als ze weer terugkomen naar de bus, dat je ook weer aansluit aan de groep, dat we zo verder gaan. Ik denk zo'n half uur zou het wel plus minus duren, het bezoek van het ondergrondse stad. Dat hangt eraf aan de drukte van de groepen. Want als er meerdere groepen zijn, dan moeten we natuurlijk iedere keer op de volgorde gaan, wachten zo.
En dan ga ik ook eerst u begeleiden van voren. En op die manier gaan we het ondergrondse stad bezoeken. Als je het weg kwijt hebt, gewoon de blauwe pijl volgen, kom je naar de uitgang. Dus zo simpel is dat. En hier aan de overkant kan je ook weer zo'n bordje zien. Kijk, blauw bordje, Ibrahim Chamkerten staat erop. Dat is mijn collega. Die is ook een gids, die de eerste gids was voor het bezoek van deze ondergrondse stad. En ze hebben ook de naam van die gids hier gegeven. Is ook zo'n heel intellectueel persoon. Was ook weer 15 jaar geleden kandidaat bij de verkiezing voor het minister te zijn. Van de tweede rij was hij aan de, als kandidaat. Maar is hij geen minister geworden voor hier in, van de stad Aksaray. Maar wel een heel interessante persoon. Mijn collega, daar hebben ze wel een naam gegeven van, de, van mijn collega van die straat. Van Atatürk, kijk maar, het gemeentehuis van de dorp Sarapu, kijk, brandweerwagen zo, brandweerwagen. En gemeentehuis, één stap verder, heb je de polykliniek, kijk maar, zo'n witte vlak met een rode maan. En één stap verder heb je een school, zo'n klein dorpje, kijk maar hier links, dat is een school. En midden in deze dorpje hebben we de ondergrondse stad Saraple. Zo, met het uitstappen ga ik allemaal alle informaties binnen verder vertellen.